Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 59 in Italië. Ronde nummer 11 van seizoen 4. Het gaat de goede kant op. 91 punten verschil naar Verstappen met nog 5 rondes te gaan in het kampioenschap natuurlijk. Moeten een aantal dilemma's gaan doorlopen. En we willen natuurlijk 20k erbij plus 10% van de power train dat die extra wordt ingezet. Er komen heel veel updates aan, dat is goed om te zien. Maar heb je die vorige video in Nederland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop. En zij die video verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Wonnen dus die vorige race. En Verstappen maakt er een dubbel feestje van, omdat hij op de derde plek is geëindigd. Kijken of wij ook in Italië kunnen gaan winnen. 9 race-overwinningen totaal dit. Over onze hele carrière. Dat hadden u echt niet verwacht. Dat is goed om te zien. Staan er goed voor bij de Research and Development programma. En gaan dus ook extra investeren door faciliteiten aan te schaffen. Want Schumacher is al bevestigd voor de rest van het seizoen. Dus ons geld kan nu lekker worden gespendeerd. Dat is goed om te zien. We klimmen dichter richting Alpine en dit zijn allemaal de updates die er aan zitten te komen. Dan spoelen we de tijd gewoon zometeen even mooi door. En de simulatortraining van Schumacher is dus voltooid. Hetzelfde voor een betrouwbaarheidsonderdeel dat eraan is gekomen. Dat op de wagen is gemonteerd. Dat is goed om te zien. En nu is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 59. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Italië. De onderdelen zijn wat beschadigd. Maar goed, dat is geen probleem. Het voordeel wat je hier moet hebben is gewoon, ja, wat is het? Nauwelijks downforce. Want de topsnelheid is hier heel erg belangrijk. En wij tikken de 341 aan. 341 km per uur. Dat kun je trouwens rechts onder in beeld zien. Kom aan bij het einde van mijn eerste run, of hopelijk misschien wel laatste run in Q1. We missen daar een beetje de apex en dat heeft ons wat tijd gekost. Russell naar een 1.20.956. En wij noteren een 1.20.841. Dat is de snelste tijd. Dan waren we dan bij het einde van Q1, als ik dat goed zeg uit mijn hoofd. Jazeker, einde van Q1. We zitten nu in het groen omdat we slipstream pakken van de Mercedes. George Russell is dat volgens mij aan mijn eerste bocht. Gaat gewoon goed. En pakken hier wat tijd. Goed, op onze eigen tijd. Vlag hangt uit in Q1. Staan op een P12. Missen daar een beetje de apex. Een goede exit hebben bij Parabolica. En dan is het naar de startfinish toerijden. En dat is volgens mij de 9e positie. Oh, 11e, excuses. 11e positie. Geen probleem, want we zijn mooi door naar Q2. En die begint eigenlijk al niet zo goed. Duurde daar te vroeg in. En met nog 40 seconden ongeveer op de klok kunnen wij geen tweede run meer maken. Dus dit wordt een alles of niets poging om door te kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. Nou verwacht ik wel dat het goed gaat komen. Aanremmen eerste bocht gaat heel erg goed, jazeker. En dan zitten we alweer aan het einde van mijn eerste en laatste run in Q2. Vlag hangt uit. En ook deze laatste bocht nemen wij heel erg goed. Waar komen wij te staan? Dat is een P9. Goed gedaan. Zijn door naar Q3. Aanbeland dus bij kwalificatie nummer 3.
met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. Pakken daar een beetje slipstream van Gasly. Maar Perez pakt ook slipstream van ons. En daar zit Perez. Hopen dat hij niet onze run gaat verstoren. We gaan een beetje verdedigen. Perez zit aan de buitenkant. Hij verstoort hiermee eigenlijk zijn en mijn run. We schieten daar iets te ver door. Komen op dat broodje terecht. En dat heeft onze exit wat gekost. Vlag hangt uit hier in Q3. Missen daar een beetje de apex. Maar komen nu wel dichter bij Gasly. Kunnen hier misschien nog een klein beetje een slipstream pakken? Nee. En dat is een 8e positie voor ons. P8. Nou, vind ik niet al te slecht. Maar goed, Russell pakt de pole position. Ocon komt 74.000 tekort. Mick Schumacher naar P3. Haas is in bloedvorm. Zo de knetters. En wij dus naar een P8. Misschien kan Schumacher wel voor zijn allereerste podium of overwinning gaan. We gaan het allemaal zien voor aflevering nummer 59 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is, of course, Italy, one of the great racing nations, and it's time to get underway for the Italian Grand Prix. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest track in F1. Hard-braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some close action. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position with Esteban Ocon alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Mick Schumacher, Sainz, Sergio Perez and Verstappen, Gasly, the Professor, Norris and Kevin Magnussen, Michael Schumacher, Joe, Fernando Alonso and Latifi, Schwartzman, Leclerc, Alex Albon and Daniel Ticktum, Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Stroll, Oscar Piastri and Teo Pourchaire. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen na de vorige race in deze race. Oftewel, ja, winnen. Zo simpel is het. Strategie is medium hard. Neem er extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Starten op een P8 op de grid. Kijken of wij misschien naar een podium kunnen toerijden. Ik ben ook heel benieuwd wat Sainz en Verstappen kunnen gaan doen. Bijna iedereen start op de mediumband. Heel interessant om te zien. Dus we moeten het hebben van de overcuts en de undercuts. En wat dat is, heel simpel gezegd, bij een overcut ga je later naar binnen dan de auto achter je. En bij een undercut ga je eerder naar binnen dan een auto voor je. En zo probeer je tijdens de pitstops voor die persoon weer te eindigen. Goed verhaal. We staan in ieder geval niet zo goed in de gridslots. Ik had even niet op zitten te letten, maar het is geen probleem. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 59 van F1 22 My Team Career Mode. Hier in Italië moeten wij een verdere stap nemen richting die wereldtitel. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Italië. En ze zijn uit en we zijn onderweg komen. Matig weg, flink wat wielspin al te pakken. Maar zitten dan gelijk aan de binnenkant van Gasly. Die heeft een betere topsnelheid.
Daar zit Norris ook aan de buitenkant te kijken. Drie dik hier, maar het is geen probleem. Ook laat remmen naar Magnussen. Sorry, naar Schumacher. Sorry. Hier een touché met Verstappen. En dat is allemaal clean. Duwen Max daar helemaal wijd. En hij moet daar echt even oppassen dat hij geen voorvleugel heeft beschadigd. Hier kan Max ook helemaal niks. Want hij wordt flink geblokkeerd. Einde ronde nummer 1. En daar zit Verstappen aan de buitenkant te kijken. Is er voorbij. Raken elkaar daar meerdere keren zelfs. Maar wij remmen laat en kruipen richting Mick Schumacher. Excuses. Mick Schumacher, de zoon van Michael. Maar Verstappen, die heeft een raketmotor. En die is er voorbij. Wat kan Perez? Aan de buitenkant. En wij remmen dat gat naar Verstappen helemaal dicht. En zitten weer achter Mick Schumacher. In ronde nummer 2 van de race. Nog steeds positie nummer 5. Bij de Red Bulls op 6 en 7. Daar kunnen we misschien kijken bij Schumacher. Die het hier lastig heeft in de bochten. Maar dan volgt hier dat rechte stuk. Waar de AI zo hard mogelijk kan gaan rijden. En dat kunnen wij niet. Wij missen er gewoon de topsnelheid in de auto. We zijn wel snel in de bochten. Wat wij in seizoen 3 ook hadden meegemaakt. En hebben ook nauwelijks ERS meer over. Russell neemt dit de snelste raceronde met een 1.23.0. En Verstappen zit aan de buitenkant en is er voorbij. We moeten nu terugkomen in de slipstream van Max. En hem hier weer naar de binnenkant plaatsen. Kunnen later hebben een duwen Max daar wijd. En dat is nog steeds de vijfde positie. In de derde ronde van de race. Tot nu toe een uitstekende strijd. We hebben inmiddels Ocon en Schumacher te grazen genomen. En zijn naar een P3. Maar daar zit diezelfde Ocon terug aan te vallen. Kan er niet langs. Wij blokkeren de buitenkant. Ocon kan er niet langs. En wordt opgehouden door ons. Sainz en Russell knokken samen om de leiding. En hopen dat die twee elkaar zodanig ophouden dat wij er gewoon naartoe kunnen rijden. Dat zou heel mooi zijn om... Als dat gebeurt. Ocon kan er niet langs. En dat is nog steeds de derde positie. Hier volgt Lesmo 1 en Lesmo 2, waar wij heel erg snel zijn. Maar dan verliezen wij het allemaal op het rechte stuk. Nee, een seconde is het gat, maar dat kan Ocon hier weer dichtrijden. Ocon is verzorgd door Verstappen en wij zitten achter Russell en Carlos Sainz. In ronde nummer 10 nog 17 rondes te gaan. En hebben hier nu DRS, maar de topsnelheid, nogmaals, die hebben wij niet. We kunnen wel mee profiteren van de slipstream en de overtake. Ook groen in sector 2. En hier dan Russell aanvallen. Aan de buitenkant. Lukt niet. Dan hier terug naar de slipstream. En Russell gaat Sainz zometeen aanvallen. Wat kunnen wij gebruiken om naar Russell toe te rijden? Perez is voorbij Ocon. Hier aan de binnenkant van Russell. Lukte net niet. Keken daar wel. En nu gaat Russell hier naar Sainz toe rijden. De pitwindow is open. En Sainz gaat verdedigen ten opzichte van Russell. Maar dat lukt niet. Russell is er voorbij. Sainz geeft nog niet op. Wij zien dat voor onze neus gebeuren. Die twee gaan elkaar hier ophouden. Hier een betere exit hebben dan de Spanjaard. Lukt misschien. Maar Sainz blokkeert die binnenkant. Wij wouden via het gras gaan kijken. Mislukte helaas. En nog steeds de derde positie. Voor ons voorlopig. En wij noteren groen in sector 1. Daar zitten we aan de binnenkant van Russell in ronde nummer 11. Maar dat lukt niet. En Russell snijdt ons de pas af. En ja, dan zie je. Russell en Sainz rijden gewoon van ons weg. Wij hebben trouwens geen ERS meer over. En ik weet ook niet. Maar hier kijken we dan even naar de binnenkant van Russell. Dat is gelukt. Mijn zin was eigenlijk... Ik weet ook niet waarom wij DRS hadden geactiveerd, want die stond gedicht, terwijl we dat wel hadden. Een concentratiefoutje. En moeten nu naar Sainz zien toe te rijden in de 12e ronde van de race. Met rood in sector 1. We maken hier alles weer goed bij dat bochtige gedeelte op dat circuit. Lesmo 1 en 2, daar zijn wij ijzersterk.
rijden heel dat gat dicht. Overtake nu inschakelen, maar dat zie je zo meteen dat Sainz een betere topsnelheid heeft. We kunnen trouwens wel bijblijven van de Spanjaard. Daar aan de binnenkant, jazeker, heel onverwacht. Ik verwachtte het zelf trouwens ook even niet. Maar we hebben Sainz daar gewoon te grazen genomen voor de leiding in de race. Een onverwachte inhaalactie. Ik zelf had het ook niet verwacht. En komen dus naar binnen en gaan voor de undercut op Sainz. We hebben een marge van 1,2 seconden. Hopen dat dat voldoende is als Sainz naar binnen komt. Gele vlag. Omdat daar iets is gebeurd. Maar het rijdt weer. We stappen naar binnen. Michael Schumacher rijdt door. Leclerc naar binnen. Norris naar binnen. Gasly naar binnen. En waar komen wij terug? Tot achter Oscar Piastri. Terug op de 12e positie. En nu moet Sainz trappen voor wat hij waard is. Want anders slaagt de overcut niet. Ronde nummer 14. En daar is Sainz. Uitkomen pitstraat. En de overcut heeft niet gewerkt. Komen en voor. Jazeker. Dat is goed om te zien. We zitten op de helft van de grote prijs. En nu is het eigenlijk alleen maar verdedigen, verdedigen, verdedigen. Van de rijders achter mij. Oh, safety car. Safety car op de baan geroepen. Omdat er iets is gebeurd. Mark zegt heel veel meuk, heel veel rotzooi, heel veel troep op de baan. En daar gaat de voorsprong. Het is eigenlijk ook wel handig, want zo kunnen wij weer ERS opbouwen. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 16 van de race. We hebben weer volledige ERS tot onze beschikking en gaan hier het gewoon rustig aandoen. We mogen de tempo gaan bepalen tot de eerste safety car lijn. Dat is volgens mij tot aan Parabolica. En dan mag Sainz mij gewoon inhalen. En dan is het gewoon legaal volgens de FIA. Al vind ik zelf van niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Gaan de banden nog wat extra temperatuur geven. De remmen trouwens ook. En dan gaan wij hier de boel helemaal ophouden. En Ben Mailänder is naar binnen. Er mag niet worden ingehaald. En we gaan weer los, los, los. En we zijn wakker. Sainz is minder goed wakker, maar die heeft hier slipstream en ERS. En je weet, de AI is hier bloedsnel. Wij gaan al wieven op het rechte stuk om Sainz die toe niet te laten geven. Maar het is mislukt. Sainz kijkt naar de buitenkant. Maar wij doen dit extreem laat. Een soort van Verstappen manoeuvre. Die doet dat ook namelijk zo laat mogelijk insturen als het kan. En dat deden wij. Ocon naar P2, Sainz naar P3. Verstappen P4, Russell 5 en wij dus aan de leiding na die herstart. Nog 10 rondes te gaan in de race. Maar Ocon zit binnen 15e van ons. Gaat zometeen ook aanvallen op dit rechte stuk. Leclerc heeft wat problemen gehad en rijdt helemaal achteraan. En de ingenieur zegt, gebruik wat van je energy. En dat doen wij. Gele vlag. Er valt iemand uit volgens mij. Als ik dat goed zeg, pakken hier weer wat tijdwinst op Ocon. En volgens mij valt een McLaren stil. Het is volgens mij Nicolas Latifi. Alweer een uitvalbeurt voor McLaren. Alweer een uitval. Sorry, het is Lando Norris. Lando Norris. Ik dacht even dat het Latifi was. Waarom? Latifi heeft al zoveel uitvalbeurten dit seizoen. En dan raak je eraan gewend. Maar goed, Lando Norris moet de strijd hier staken. Wij gaan hier nu proberen te verdedigen van Esteban Ocon. Zit denk ik net te ver weg. Nog steeds aan de leiding in ronde nummer 18. Herhaling van Lando Norris. Ik dacht dat het Nicolas Latifi was. Maar het is de Brit die hier de strijd moet staken. Moet daar even oppassen. En ja, dat doet hij slim. Joe wordt geblokkeerd en Albon kan er niet van profiteren, want Albon wordt nu geblokkeerd. Niet zo handig van Lando Norris. Maar goed, geeft niks. Ronde nummer 19 is het. Als wij een 1.23.0 laten noteren, zijn 3 tienden langzamer.
hebben geen één rest meer over. Weer geel, nu in sector 1. En volgens mij valt Michael Schumacher uit. Terwijl Charles Leclerc even de snelste raceronde noteert met een 1.22.4. Jazeker, Michael Schumacher valt uit in de grote prijs van Italië. Jammer, want hij reed in de punten en had extra punten kunnen toekennen voor ons team. Verstappen zit te kijken, maar kan er niet voorbij. Nog 7 rondes te gaan in de race. Herhaling van Michael Schumacher. Reed achter zo'n Mick. En ik denk dat het een motorisch probleem is. De Mercedes motor houdt ermee op volgens mij. Of het is een versnellingsbak. Kan ik zo niet zien. Maar 0 punten voor Michael Schumacher. Jammer, jammer, jammer. Gaan we terug naar die ronde. Als daar ook Verstappen daarna voor probeerde. Werd daar gewoon even flink geblokkeerd door ons. En Verstappen moet het zometeen gaan proberen in ronde nummer 21. Geel in sector 1, omdat Michael daar stilstaat. Wat kan Verstappen? Die kan hier aanvallen, maar zit net te ver weg. Durft ook niet helemaal in te sturen. En zometeen mag er niet worden ingehaald. Vanwege de gele vlag. Verstappen verliest 14e op de exit. Nu weer groen. En dat is balen voor ons. En daar zit Sainz. Sainz zit te kijken. Verstappen wordt geblokkeerd. Sainz naar de leiding in de grote prijs met nog 6 rondes te gaan. Wij remmen laat. En dat is een touché met de Spanjaard. Maar goed, geen schade gereden. Goed om te zien. We kunnen weer door. Maar een felle strijd om de leiding in de grote prijs met nog 6 rondes te gaan. Sainz wordt daar flink wijd geduwd. Is er langs. Maar wij remmen terug. En duwen weer Sainz hier helemaal wijd. En Verstappen kan profiteren. Nek aan nek die twee zie ik. Ronde nummer 22. En daar zit Verstappen aan de binnenkant. Wij doen daar een hele late actie naar rechts. Raken Verstappen daardoor. Je zit trouwens nog wel aan de binnenkant te kijken. Lukt niet. Dan hier terugkruisen misschien. En wij hebben een momentje overstuur. Geen paniek. Hier kan Verstappen helemaal niks. In ronde nummer 22. Sainz zit ook te kijken. Wat kan Verstappen hier? Kijk naar de binnenkant. Max naar de binnenkant. We knijpen hem af. Hij zit er toch naast. En de volvleugel van Verstappen is eraf gereden. Max moet naar binnen voor een nieuwe neus. Na een aanvaring met ons. Sainz naar P2. Ocon naar P4. Maar gaat zometeen naar P3. Russell op P5. Gaat naar P4. Max gaat hier heel veel tijd verliezen. En valt volgens mij helemaal terug tot P20. Als ik dat goed zeg. Herhaling van Verstappen. Wat er zo net is gebeurd. Kijkt hier nu naar de binnenkant. Is weinig ruimte. Toch vindt hij de ruimte. Ja. Dan ga ik toch meer voor 50-50. Stoer. Het is wat het is. Toch wel eigenlijk weer mijn schuld. Ik stuurde iets te scherp in naar Max. En daardoor verloor hij zijn volvleugel. Maar goed, het is gebeurd. Helaas pindakaas. Net pindakaas gegeten dus. Nog 2 rondes te gaan in de race. Daar zit Sainz. Die kan nog altijd gaan winnen voor Ferrari. In zijn thuisland. Maar kan er niet langs. Leclerc naar P5. Doet het heel goed. Doet het echt goed voor Ferrari. Nog 5 ronden brandstof te gaan. In de tank. Dat moet gewoon goed komen. En Verstappen naar binnen. Sorry, Verstappen is al naar binnen geweest en noteert de snelste raceronde. Ronde nummer 26. Sainz is er voorbij en pakt de leiding met nog 1 ronde te gaan in de race. Dan pakken wij hem hier weer terug aan de binnenkant. En laten hem staan. Wielbengen. Tussen mij en Carlos. Maar goed, het mag allemaal. We krijgen er alleen een waarschuwing voor. Dus dat is geen probleem. Geen probleem. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. En dan gaan we hier de race winnen in Italië. Goed gedaan. Uitstekende wedstrijd. Sainz naar P2 voor Ferrari. Russell op het podium. Uitstekende race. Zonder van Max. Charles Leclerc uit Drive of the Day is het op naar de volgende wedstrijd. Here we are then. It's a thoroughly deserved win here in Italy after another excellent Grand Prix.
Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Goed, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de Rode Prijs van Italië. Sainz naar P2, Russell P3, Ocon 4. Leclerc krijgt Drive of the Day van P16 naar P5. Doet hij goed, Perez 6, Mick Schumacher 7, Magnussen 8, Alonso 9 en Zhou Guanyu naar P10. Twee uitvallers, Michael Schumacher en Lando Norris. Verstappen finisht niet in de punten en pakken dus ook geen extra punt. En daardoor is het verschil opgelopen naar 116 punten. Dus eigenlijk kan je al zeggen dat het kampioenschap binnen is. Mercedes pakt Alfa Tauri. En wij moeten nog steeds blijven knokken voor die constructeurstitel. Omdat Red Bull ons nog steeds op de hielen zit. Maar goed, rivaliteit breakdown is gewoon goed met Max. 19 tegenover 13. Dus dat zit wel goed. Team Acclaim is nog steeds level 25. Wij zijn level 20. Schumacher is level 19. Of zijn wij level 26? We zijn level 25. Helaas. Jammer. Alle sponsoren dus binnengewerkt. $1.68 miljoen. Helaas heeft Schumacher met die uitvalbeurt 5k schade gereden. Dus $95.000 erbij. In totaal op de bank is het nu $7.97 miljoen. Jazeker, dat zeg ik goed. Ongeveer 8 miljoen binnen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijks F1 22 My Team Kerelman content. Zoals jullie kunnen zien aan de tijdlijn komen er heel veel updates aan. Dus dat is alleen maar goed. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GianLansGraden op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon even volgen, dat zou ik zeker waarderen. En vooral liken en abonneren, zou ik zeggen. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende!